We gaan praten met Milton Bishop. Hij is al enige tijd het gezicht van de jeugdpolitie in Suriname. En dit is Milton Bishop. Dat is dat hij amansi een beetje sterk, maar een jeugd voor Suriname. Want hij is bel STVS taki boy. Seksueel molest neemt toe in Suriname. Klopt dat, meneer Bishop? Inderdaad, we maken ons zorgen, als ik zo mag beginnen. We maken ons zorgen omdat we zien dat er nog steeds sprake is van seksueel misbruik. En ook andere strafbare gedragingen en handelingen waarbij jeugdige slachtoffers worden van verschillende strafbare gedragingen. Maar in het bijzonder vandaag willen we weer een signaal geven naar de samenleving dat wij ons zorgen maken. Omtrent het gedrag, maar ook meer nog dat jeugdige kinderen, jongeren nog steeds slachtoffer worden van seksueel misbruik. Ja, en dat doen mannen en vrouwen op oudere leeftijden. Ja, dus een verdachte kring, anders als een man in Rewang. Ja, ook toen ik vrouwen schreef, kan ik dus schuldig naar strafbare gedragingen. Dus man, zowel als vrouw, kunnen zich schuldig daaraan maken. Ja, is het zo hoe gesteld in Suriname? Want als ik zo naar u luister, u maakt u zorgen dat het probleem biedt. Inderdaad is het een probleem. In feite, seksueel misbruik. In feite is het een taboe. Is nog in een taboe sfeer. Wij moeten een lans doorbreken. Voor mij is het en wij zeggen, vertel het verhaal. Takatori, mekatori, kon in ook kans de matak potatori nabondo. Dus geef rugbaarheid eraan. We maken ons ernstig zorgen omdat we zien en we constateren dat nog steeds kinderen misbruikt worden. Dus als dat nou een zorgpunt die een totale samenleving en aan een aanpak of aan een tori wang is koutu, maar je begint ook je begint te scoren op een bewust worden. Dus maar moet gewoon bewust worden dat je onbeschermd in het voelen. Nou, wat voor seksueel misbruik die weet ik maar seksueel misbruik, maar ook toch in traag gevaren. Hoe kan liep hem gewoon open en bloot dan criminelen of smaak gewoon criminelen inbors en misbruik hem. Ja, even het woord taboe genoemd. Ja. Dus dat wil zeggen, ouders staan niet altijd klaar of zijn niet altijd bereid om deze zaken te aantameren bij de politie. Klopt dat? Los bij de politie, maar ook thuis. De communicatie, hoe is de communicatie tussen de ouders en de kinderen? In feite, maar also in feite moet dat kind het al met de paplepel krijgen dat hé, dit zijn zaken waarmee je rekening moet houden. No greedy. Laat niemand aan jouw lichaam komen. Praat gewoon over het onderwerp. Fossie in de oeroude tijd, ik zei het al een keertje, dat dus maar betak toen ze in beeld sprak. Maar nu, we zien dat de technologie en de tijdgeest is veranderd. Dus je hebt zo op je gewoon dat right to the point, dat oké, dit is seksueel misbruik. Ga geen aanleiding geven. Sap sa je weer, noem ik nou een man die 6 of 9. Dus ouders moeten zelf ook, los van dat de docenten, de leerkrachten, de schoolleiders, lezer op school, over dit onderwerp praten, dat ze het ook thuis, ze moeten ook bekend zijn met het onderwerp of met het verschijnsel van seksueel misbruik. Dus also de man, dat abra san dat u kan blijven boeman, sterke man, sterke vrouw, dat in het abra onderwerp, dat u mek abtieren, na also ook dat, wat zijn de gevaren? Ja. Die daaruit kunnen voortvloeien. Dus het is nog een taboe sfeer. Daarna zien we ook dat, wat ik wel kan meegeven, dat de mensen toch aankloppen om hulp te zoeken bij de politie. Maar dan is het kwaad al geschied. Maar ik wil ook erbij zeggen dat de politie ervoor niet schroomt om ook repressief, dat want dat hier, we schromen even als strafbaar feit pleeg. Scoot ook, we onderzoek. Maar wij zeggen, preventie-wise, zijn we heel agressief nu voor konanga een message naar door, voor zorgers, maar dat hier, laten de kinderen bewust worden. Make no as man of fast them thing. Vertel het verhaal. Make hoe elimineer of onmoedig en make hoe onmasker de man, de vrouw, zijn die bezig voor misbruik them thing of die een aanzet voor pleeg den daden dat die. Dus eigenlijk nou een crude bezig. Ja. Het is, we kunnen niet categoriseren of gaan zeggen dat een bepaalde. We sluiten niks uit. De man dat die vertrouwde Grieken niet, ook al komen ze met geschenken. Dus het staat op niemands voorhoofd. Ja, toch in een maliesgedachte, Poeru, begrijp. Maar als u alert bent, kunt u bepaalde zaken voorkomen. Daarom als hij begint naar de ouders, naar Osso als hij begint. Begint soort hem ching. No, me kapchien, jompo, tapus, mas, schoot, herdi. Me kapchien, no, teksan, soma. Laat dat kind niet alleen. Oua, oma, pchien, dan ga voor man ingre. No, go tak ai, na familie. Of lieve oom. Sluit alles, of lieve oom. Ja. A praktijk en wees anders uit. Maar laten we alles uitsluiten. Ja. In het belang van het kind. 20 november,
naar Internationale Dag van het Rechten van het Kind. En we zien ook dat een van de rechten van het kind is dat het kind recht heeft op bescherming tegen geweld en mishandeling. Ja. Dus wij moeten de koppen bij elkaar steken. En ook, zoals ik altijd zeg, maar integraal aanpak. Maar ouders moeten meer actiever zijn met hun kinderen. Nog liba sangi scoren, maar verteri, takangapje, mekapje, sabi, mekabo is one in begin naar osso. Want soms zie je ook wanneer je bezig bent dat bepaalde zijn nog tak naar osso, mapje hier in strati. Strati, ja. En si doen is laat doen. Dus mekas aan begin naar osso en meko bescherm dat je met tegen jou, taki. Wij van de politie, wij maken ons zorgen, maar wij schromen er ook niet voor om op te treden binnen de perken van wet en regelgeving. Zodat die mensen die zich schuldig daaraan maken, dat ze achter slot en grendel gaan. Ja, als de politie zich zorgen maakt, dan wil ik u de vraag stellen over de cijfers. Ja. Dat wil zeggen dat de cijfers hoog zijn. Ja. Het hoeft niet, laat maar, ik heb geen cijfers om te presenteren. Aha. Maar de mensen, de samenleving moet het ook weten. Soms hoeft er geen sprake te zijn van een stijging of een daling. Maar elk geval op zich is al te veel. Ja, want dus soms China, heb je, ja toch, nog op China, een slachtoffer. Dus wees me wat ik bijbeeld, er is nu een daling. Wij willen gaan naar nul. Maar dat kan de politie niet alleen doen. De samenleving is oog oor tand voor de politie. En dan komt ja, me snitch, dit en dat. Wat je schrijft naar in een situatie. Ik ben je ching, ik ben je brada, je sa. Nu was maar de bewoner Sander. Daarom zeggen we, wij gaan deze zaken niet met de mantel der liefde bedekken. Ja. Maar wij willen een effectieve, een integrale aanpak. Dus ook al is er geen sprake van een stijging of een daling, maar elk kind dat seksueel wordt misbruikt, elk kind dat wordt mishandeld, elk kind waarbij er geweld aan te pas komt, is te veel. En wij zeggen nee, back to the basic. Kinderen hebben recht op bescherming. En wij moeten als ouders, als opvoeder, maar ook als de man van de straat, die bescherming, die garantie kunnen bieden aan de kinderen. Ja, dus de man dat die social, sociale controle. En die sociale controle is komen weg te vallen. Voor zitten bijvrouw tegen matak boy, a boy fee. Maar vandaag aan de dag zien we dat hier sociale controle vallen weg. Ja. Mensen zijn mondiger geworden, mensen liever in oneenigheid met elkaar. Dus die factoren spelen een belangrijke rol. Maar ik zeg back to the basic. Ja, toch? Laten we de kinderen beschermen. Maar het gaat een tijd duren om... Het gaat een tijd duren. Nee, we kunnen het gezamenlijk doen. Doe. Integraal aanpak. Ja. Laten we beginnen. Oso. Ja. Scoren. En dan weer kador. Laten we er eens een klein verband. En daarna weer conador. Laten we, ik zeg de mensen, begin thuis. Laat de bewustwording thuis beginnen. En dan tasma dat kastra, tapchi kastra. Hé, ik heb het thuis gehoord. Ja, toch? Ja. Ik mag geen spullen van mensen nemen. Ja. Ik mag niet meegaan met een negatieve stroom. Het gebruik van social media. Noem maar op, zijn allemaal zaken. We kunnen niet zeggen, ja, de economische situatie dit en dat. Ja. We kunnen de handelingen van de criminelen of mensen die deze daden plegen. Of ouders kunnen niet zeggen, vanwege het feit dat ik 3-4 banen heb. Dat is geen rechtvaardigheidsgrond. Dat kind staat centraal en wij moeten ervoor gaan. Ja, want ik heb ook begrepen, na want to score, na school, ja, want to... Man, ere een mooi bigiwagi ego ik want to yon chindra pena yon boy. Maar a controle voor school to rond de scholen. Fafa Sanda. Laat me dat zeggen, wij hebben die controle opgevoerd. Okay. We zijn nu zichtbaar en in feite kan ik een schot voor de boeg. Yeah. We zijn ook bezig met een project waarbij de politie ook. We gaan terug, back to the business van opa Doelibet, op de fix. Ja. Inmiddels hebben we dat traject al afgerond. Dus het is een kwestie van tijd dat de politie ook op de fix te bewonderen. Rond de scholen, dus hoe in de omgeving van de scholen. Ja, u moet rekening houden dat de politie zichtbaar is. Mm-hmm. Maar ook zijn we, misschien ziet u de politie niet lijfelijk, maar we zijn er. En wat wij de laatste tijd hebben gedaan, is dat we ook... naar de scholen zijn gegaan, omdat ook die gevallen, er zijn een paar zaken aangekaart waarbij we zien dat het indruis tegen de regels, dus hebben we ook los van preventief optreden, ook repressie, dat want takie tijdens na schooltijden, ook hoor, want toen maar ook de Ucharimangwa in zee voorgeleid. Dus alle de zaken die we constateren, we zijn preventief bezig, maar ook aan kinkas, zoiets dat preventief toch takie zo.
Maar je zegt, hey, je vertoont een gewelddadig gedrag. Ja. Je komt gangster achter of je een fitty, noem maar op groep. Zo, dan gaat de politie niet schromen om aanhoudingen te plegen. En recentelijk nog opleggen, want toen aanhoudingen in Paramaribo. Ja. Dus los van preventie, weet je, ja, preventie, dat want dat een bewustwording moest op gang. Maar even in praktijk dat oké, je nou want ik aan preventie, je want tegen loopje of je want zie, dat kan gebeuren, dan gaat u negatief aanraken komen met de politie. Maar wij willen dat voorkomen. Ja, vanaf de rang districten naar binnenland. We zijn ook bezig, maar dan gaan heer COVID, Sani. Is het wel een beetje van het jaar, is het wel een beetje op lach, beetje, maar we kijken nu vanwege het feit dat COVID, ik weet, dus we hebben nog 6 weken, dus we hebben ook lopende afspraken met het district, dus we gaan kijken als wij, op welke manier wij ook de districten kunnen voorzien van de informatie, want het is broodnodig, ook in de districten. Ja, hoe zit het met het gebruik van verdovingsmiddelen onder jongeren? De laatste tijd hebben we minder van die gevallen gehad, omdat we ook blijven praten over drugsgebruik. Met rekening houden dat ik de man ben die ook drugspreventie binnen de organisatie geeft. Dus we blijven. Wat we wel hebben gezien, dat we ook de mensen, de deskundige hulp, we verwijzen de mensen. Want als dat kind al bezig is om drugs te gebruiken, dan is het een taak van de deskundige om dat kind dan die deskundige begeleiding te geven. Maar we blijven aan de weg timmeren. Ja. Maar seksueel molest, ja. dat heeft de aandacht ja, van... Ja, het geniet prioriteit, als ik het zo mag zeggen. Omdat wij de kinderen willen beschermen. Daarnaast willen we ook de samenleving erop attenderen. No roko mee dan de sandati. Ja. Laat je niet meesleuren. De man zei pot de roko dat. De man zei moppa osso speciaal. Voor go 14 meisjes, kinderlokkers, tramana tabaisiri en val tien voor lagere school aan. Ja. Make the man stop naar Sandati. Ja. Want we hebben ook opgemerkt in het nieuws dat de afgelopen dagen, want toen jeugdige dames be vermis. En Asangat be skreek minik pafching. Ja. Zijn ze al terecht? Zover ik het weet, zijn ze terecht. Gelukkig. Het is heel belangrijk, die vraag je stel, een wegloopgedrag ook toe. Mm-hmm. We zien dat ook toe onder de jongsma, dat een wegloopgedrag op een of andere manier willen ze uit huis, de man libi begrepen, maar de man moest balans. Ten aanzien van die kinderen die vermist zijn, weet ik wel dat ze al terecht zijn. Ja. Begrijp je? Ja. Dus meestal komt er een onderzoek, dat kind wordt bij procesverbaal verhoord. Alles zijn we onderzoeken en we kijken als er strafbare gedragingen zijn gepleegd tijdens afwezigheid of attingsapchino bij daar ofzo. En mocht dat blijken, dan wordt er ook strafrechtelijk wordt het onderzoek dan voortgezet. Ja, tot slot, Milton Bishop, look go in de camera, roep een samenleving op dat we tapanga atordisi. 20 november is internationale dag van het rechten, internationale dag rechten van het kind. Mij roep een totale samenleving of voor liever een positieve bijdrage. Laten we de positieve cohesie stimuleren om onze jongeren te beschermen. Na Joepje, na Miepje, na Sranamtje. Mij ook bescherm dem ching tegen geweld, voornamelijk seksueel misbruik. En de man zei pot de woroko dat de man zei mopa osofu ding. Ai, mogo vast dem ching boy, mogo vast dem ching meisje. Mij actie hangen de globs dat hij, want school toe, je toekan naar school toe, vroeg of laat, en je gaat door de man vallen. Dus bescherm de kinderen en de mensen die de criminele daden voorzetten. Je want tegen je balans, stappen naar honi, no zo, KPS of Valderrama, naar jou. Balans, stappen naar honi en Valderrama.